beste luisteraars. Gaan we naar het tweede deel van het programma Wel Geïnformeerd. En ik geef weer het woord aan Wesley. Ja, dank je Iwan. Luisteraars, u luistert naar het programma Wel Geïnformeerd op zondag 29 september 2024. Welkom bij het tweede uur. In het panel zitten Owen Venlo en ondergetekende Wesley Amsand. Als het goed is, hebben we onze eerste gast in het tweede uur aan de lijn. Meneer Samson, Guillermo Samson, kunt u me horen? Ja, ik hoor u heel goed, dat klopt. Ja, hoe is het met u, meneer Samson? Naar omstandigheden redelijk goed. We proberen te overleven en proberen in elk geval 8 maanden verder, dat is op 25 mei 2025, te halen. Als wij niet die gewisse dood natuurlijk tegemoet gaan. Want alles wijst erop dat niks meer loopt, niks functioneert meer en je moet niet ziek worden, anders ben je dood. Ja. Oké. Okay, is het zo erg? Het is verschrikkelijk erg, ja. Dat ja. Onlangs hebben we nog een vrouw gehad van 69 jaar in het academisch ziekenhuis. Ze had zuurstof nodig, er was geen zuurstof. En ja. Ze is gewoon gestikt, ze is dood gegaan, sorry, 69 jaar. Weet je. Dus wat dat aangaat, heb jij er kunnen overleven, meneer Venlo? Ja. Ja. Ja, brada Guillermo. Ik maak me echt zorgen, hoor. En met name die versplintering die je nu gaat krijgen, hè. En zoveel nieuwe partijen, terwijl die traditionele partijen, ik hou eigenlijk niet van het woord oude partijen, die traditionele partijen hebben natuurlijk de beste kaarten, hè, bij het evenredigheidsstelsel. Het zou kunnen, niemand weet hoe het verder gaat aflopen, maar de kans is groot, omdat eigenlijk de laaggeletterde mensen, die eigenlijk weinig begrijpen van de politiek, van wel aan de politiek meedoen, die kijken eigenlijk naar de populariteit van mensen. Wie is populair? En niet wat men gaat komen doen. Ja. Dus de kans is natuurlijk heel groot dat wij, wat ik noem, de good, the bad en de ugly, voor de bad en de ugly gaan kiezen. Meneer Samson, is Suriname stuurloos op dit moment? Helemaal stuurloos, niks functioneert meer. Het is levensgevaarlijk. Je wordt van alle kanten namelijk overvallen. Ik weet niet of iets gevolgd. Gisteravond was er een soort massameeting van Prinswijk in het stadion. En mensen renden daar met houwer. Ik heb het voor je opgestuurd, je kan het zelf aanwachten. En er was volgens mij niet eens politie om de mensen uit elkaar te houden. De opmerking die werd gemaakt, als deze man het voor het zeggen mag hebben, en u weet het, de man is veroordeeld in Frankrijk, in Nederland, op zoek naar hem, hij kan het land niet uit, hij kan niet meer 2,5 kilometer zelfs binnen Frans-Guyana, dan is het zo'n beetje gedaan met Suriname. Ja. Ja, als u nu kijkt, hè, want de NPS, zou NPS zouden zij zich kunnen herstellen? De NPS is vandaag 78 jaar, als ik me niet vergis. Zou de NPS zich voor een deel of voor een belangrijk deel kunnen herstellen? Mede vanwege het evenredigheidsstelsel? Ik weet het niet hoor, we moeten het bekijken. Het is niet die NPS die meneer Venlo en ik kenden. We zijn beide, als ik ben, lid en moeder, groot, maar nog niet allemaal. Dit is ooit geweest in de jaren 65 van de NPS, ja. Maar ik kan niet zeggen wie had gedacht dat de rust in de gelederen van die NPS was teruggekeerd. En dan heb ik het over vorig jaar, waar de stekker werd betrokken uit de samenwerking met de VHP, ook de ABOF, FHL, hoort. Denk ik dat men zich eerlijk vergist. In tegendeel zou ik kunnen zeggen, die groene partij vergist steeds meer en meer, namelijk van haar achterban. Die zich niet meer enkel in het gedachtegoed in de richting die men opgaat zou kunnen herkennen. Althans, als ik praat met mensen, dan kan ik niet zeggen dat vele partijprominenten, onder wie namelijk mijn figuren als Wim Bakker, wat ik daar dan net stelde. Want die voorzitter, Gregory Rusland, die negeert zoals wel vaker, die waarschuwende geluiden, ik heb ze ook vaker gebruikt in mijn programma, die waarschuwende geluiden van mensen. En
Die man gooit gewoon olie op het vuur door critici ervan te bezichtigen dat ze vooral voor hun eigen belangen opkomen. En u begrijpt, het is niet de NPS die we van wel herkennen onder Aaron. Ja. Aaron, Venetiaan, ja. Vooral Venetiaan. Na ja. Venetiaan is NPS een heel andere koers met deze voorzitter gegaan. En als u zich nog goed kan herinneren, Venetiaan heeft gewaarschuwd en wilde deze man niet als voorzitter hebben. Oké, ja. Op een of andere manier heeft hij die verkiezing toch nog kunnen winnen en hij is voorzitter geworden. Maar iedereen weet dat er wordt enorm veel rancune uitgeoefend op andere leden die kritiek hebben. Ik kan niet zeggen, het rommelt in Grundjari, het partijcentrum, die is nog waar de NPS in haar gloriejaren grote successen vierde met haar leden. Ja. Dat is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden. Wist de partij eigenlijk voor de laatste keer de president van Suriname te leveren. En dit was, zoals ik het net zei, in de persoon van Ronald Venetiaan, die deze functie tot redelijke tevredenheid van de kiezers twee keer eerder had bekleed. Daarna is het niks van geworden. Gregory heeft overgenomen. Ik heb met hem gesproken. En hij vond, een samenwerking was niet nodig. Misschien had hij gelijk. Want John Krishnadat had voor hem voorspeld dat hij minimaal 10 zetels zou krijgen. En ik heb hem toen in Grundjari gezegd, ja, je gaat 10 krijgen, Hindoestaanse 10, ik doe 10. En het is werkelijk Hindoestaanse 10 geworden, ik doe 10, 3 zetels. Een partij die ervan wel eerst 16 zetels stelde, weet je wel. Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik was erg voor Gregory Rusland om Venetiaan op te volgen. En mijn probleem met Venetiaan was, afgezien van het feit dat hij niet wilde evalueren 2000-2010, mijn probleem was, Venetiaan maakte een opmerking over kandidaat-voorzitter Rusland, in de trant van, het is helemaal niet zo'n lekker jongetje. En dan zeg ik, oké, nou, Venetiaan, vertel maar op waar baseer je dat op, die conclusie. En dat wilde hij niet. Dan zeg ik, dan moet je je mond houden. Ja, als je zegt, hij is niet zo'n lekker jongetje, Rusland, dan moet je wel aangeven waarom. Waarom zeg je dat? Dus kortom, ja, ik vind het allemaal zo amateuristisch wat in Suriname gebeurt en... Ik ben teleurgesteld hoor, echt absoluut teleurgesteld in eigenlijk in alles. Wat ik veel erger vind, ik heb daarnet die beelden even bekeken van die bijeenkomst van de ABOP in het Kamperveenstadion. En daar zie je dus mensen met gele t-shirts waarop ook de ABOP logo en de ABOP staan afgedrukt. Dat die mensen houwers pakken en elkaar te lijf gaan. Ja, dat klopt. Dat zijn mensen van de ABOP. Was het in het stadion? Ik weet niet, het was vlakbij. Of het was in het stadion, of het was vlakbij. Het had te maken, want die mensen... het was die manifestatie, de bijeenkomst van de ABOP. Je ziet mensen in die gele t-shirts met de ABOP opdruk. En het is te gek voor woorden dat mensen houwers pakken. Dat er gevochten wordt en dat ze met elkaar te lijf gaat met voorwerpen, met houwers. Jeetje. En dat moet ik je zeggen, meneer Venlo, de voorzitter van deze zeezwarte partij wil niet president worden van dit land. Dus u weet wat ons straks allemaal te weg te staan. Met Jan is het zo erg geweest, verschrikkelijk geweest. Laat staan, als dit soort van figuren straks over een jaar, zeg 8 maanden, de macht gaan overnemen in dit land. Heeft Brunswijker gereageerd op de Hauer-incident? Ik weet het niet, tot nu toe heb ik nog niet zelf over gehoord. Wat ik heb gezien, de beelden zijn mij opgestuurd. Ik keek ernaar en ik gruwde. En een collega van mij, mevrouw Franklin, die stuurde mij een app. Meneer Samson, ik schaam me dat ik in Suriname moet wonen. Ik schaam me om Surinamer te zijn. Dat waren haar woorden. Begrijpelijk. Hai, maar ja. Nou ja. Ja, meneer Samson. NPS, 78 jaar. Rijke geschiedenis. Vele minister-presidenten, ook presidenten. Hoe ziet de toekomst eruit voor de NPS? Ja, dat is volgens mij niet zo geweldig hoor, moet ik u zeggen. Want
als ik ga kijken, Rusland die weet zeker de achterban terug naar het Groene Huis te krijgen. Weet heel veel NPS-station zich verkast naar de NDP, onder Boutersen. Boutersen zelf, die komt uit de NPS, is gemaakt daar bij de NPS en is later als militair en na de coup zijn eigen partij gaan oprichten, de NDP. Ja. Bij die verkiezingen van 2015 moest die partij, ik heb het over de NPS, de helft van haar zetels inleveren. En niet de NPS, maar de PHP mocht een kandidaat eigenlijk voor het presidentschap naar voren schuiven. En dat werd de grootste ellende die we hebben gekregen, meneer Santokki. Die het evenals 5 jaar eerder... Dat was in 2020. Ja, ja, klopt. Tegen die kandidaat van de toen nog superieure NDP. En dat was Desi Boutersen, zoals u weet. Eigenlijk geholpen door het wanbeleid van die paarse regering, won de VHP in 2020 die verkiezingen met 20 zetels. En die NPS, moet ik je zeggen, die boekte wel een zetelwinst, maar bleef slechts op een teleurstellende 3 steken. Is die ik doe zien waarover ik het daar net had, ja. Wat vooral wordt toegeschreven aan de zwakke en vaak onsamenhangende oppositievoering in de voorafgaande jaren. En die kiezers hadden bovendien weinig vertrouwen en hebben nog steeds weinig vertrouwen in Rusland, die vergeleken met Santokki als een grijze muis. Wat je je ook daarvoor moet voorstellen, wat ik net zei. Ja. En nog steeds wordt hij als een grijze muis gezien. Ja, maar weet je wat ik dus absoluut niet begrijp? Hè? Dat, hoe kan het hè, dat de politieke partij in Suriname niemand zegt en geeft aan als politieke partij welke beleidsdoelen met cijfers ze willen voor over 5 jaar, over 10 jaar, over 15 jaar. Niemand geeft dat aan. Dus nou, je doet maar wat. Mm-hmm. En vage verhalen, maar ik wil cijfers zien. Waar wil je zijn met je import-export verhouding? Waar wil je zijn met je inflatie? Waar wil je zijn met je nationale productie? Bijvoorbeeld in 2030. Geef dat dan aan met cijfers. Ja, nou, ik kan je zeggen, men is ermee bezig en er zijn er al cijfers, kan ik je zeggen. Op dit moment is bezig zich te manifesteren. Is wat wordt genoemd eigenlijk de nieuwe politiek. Ja. In die nieuwe politiek, daar zitten mensen als Mungra, Darren Mungra van de Nieuwe Leeuw. Er zit verder van de Nieuwe Wind, meneer Samuels, John Samuels. Ja. Er zit, hoe noemen ze het, meneer Newara. Ja, die zit er ook al in met Wisternang. En er zit ook nog Fischnoudat. De heer Robert Fischnoudat van Leefbaar Suriname. Van Leefbaar Suriname 4. Er komt waarschijnlijk nog een 5e bij. En die zijn al druk bezig hoor. Die dingen, er zijn al dingen, zaken op papier vastgelegd. Iedereen weet namelijk dat ik heb opgericht ANSB. Maar ik kon daar niet blijven, want het was een zeer corrupte boel. Bij elkaar besprokkeld. Ik had niet eens. En eigenlijk, mensen hebben zich eigenlijk ook aangemeld. Ik was niet zo daarnaast bezig met de aanmelding, maar meer met het programma dat uitgezet moest worden. Waardoor er eigenlijk een soort koep is gepleegd van mensen die willen gaan zitten om te gaan profiteren van oil en gas. Ja. Maar aan de andere kant ook vrij laaggeletterde mensen, moet ik zeggen. Dus ik heb maar, ik heb het voor ze gelaten, ik heb het opgericht, het is wat geld. Maar ik heb het voor ze gelaten, ik heb gezegd, gaan jullie je hobby maar uitvoeren. Misschien willen jullie zo corrupt zijn. Of ze zullen ook zo corrupt zijn, kan ik je zeggen, als wat we tot nu toe hebben gehad. En ik heb gemoved, ze hebben me groots ontvangen bij de, wat ze noemen, de nieuwe politiek. En ik ga geen president worden, ik ga geen minister worden, maar ik ben bezig. Ook de cijfers en al die dingen die u daar vraagt, meneer Venlo, verder uit te werken. Was het al zo dat ik het in ANSB al had uitgewerkt? Maar ja, daar begrepen ze er geen moer van. Gelet op uw geletterdheid. Dus ik ga door verder. En ook die partijen die ik heb genoemd, die zijn druk en druk bezig om een samenwerking tot stand te brengen. Binnenkort gaan we dan naar de notaris. Waarbij de mensen wel hun identiteit behouden, want niemand wil zijn identiteit opgeven.
Ja. Maar we behouden wel de identiteit en de gedachte van mij, van een nationaal technocratisch kabinet, die houdt wel stand binnen de nieuwe politiek. Dat kan ik je zeggen. Oké. Maar rekening houden, want het is nog steeds verboden om pre-electorale samenwerkingsdingen te doen, toch? Dat klopt, helemaal. Maar we gaan niet aan pre-electorale samenwerking. Dat heb ik gezegd. Iedereen behoudt zijn identiteit. Iedereen gaat vechten om zo veel mogelijk zetels te behalen. Ja? En dan zien we, dan kan al heel gauw die coalitie tot stand komen als er genoeg zetels kunnen komen. Niemand weet op dit moment, ik niet, u ook niet, Wesley ook niet, wat het nieuwe stelsel met zich mee gaat brengen. We hebben een corrupt stelsel gehad. Waar mensen met twee stemmen een zetel konden vinden en mensen met 12.000 stemmen bij enkele zetel. Dit is helemaal nieuw. Wat ik u wel kan zeggen, die strijd gaat zich vooral afspelen in Paramaribo en Wanica, want daar zijn de meeste mensen. Dat zijn de concentraties. De ontwikkelde mensen concentraties. Ja, inderdaad. Dat is wel wat heel spannend. Meneer Samson, ja, het was spannend, ook voor mij. Iedereen kijkt er naartoe. Wat we de mensen oproepen. Kijk goed uit. Ik ben ook begonnen afgelopen vrijdag via Radio Tamara de mensen eigenlijk bij te brengen. Waarop ze moeten letten wanneer ze gaan moeten stemmen. Want ik kan niet zeggen wat er nu zit en wat er direct aan te komen en wat er ook in de kleinere partijen zitten. Dat zijn allemaal van die corrupte wezens. Die maar één doel voor ogen hebben. Ze hebben voor ogen oil en gas komt. Het draait om miljarden. En ze moeten bij die pot van miljarden zijn. Wij van de nieuwe politiek hebben geen tijd voor die dingen. Voor ons, en ik stuur dat zaakje eigenlijk zo'n beetje binnen die denktank waarin ik ook zit. Ik stuur het om te zeggen, wat er moet gebeuren zo gauw mogelijk als we aan de macht komen, we weten niet wat we tegenkomen, want er wordt razend, vreselijk, verschrikkelijk gecorrumpeerd door deze regering die er niet zit. Ze zijn erger dan, hoe noemen ze het, de NDP toen met hoefdraad, et cetera, kan ik niet zeggen. Maar ik kan u wel één ding zeggen waarvoor wij nu staan. Ik ben de grote adviseur in dat zaakje en de verbindende factor. Waar we voor staan, één, zo snel mogelijk armoede bestrijden. Als het enigszins kan, ook een ministerie van armoede in het leven roepen. Volksgezondheid, onderwijs, veiligheid, werkgelegenheid. Dat zijn onze doelen die wij voor ogen hebben. En daar werken ze die hard aan. En de mensen gaan ook op het veld om de mensen te ontmoeten, om het over te dragen. Iets wat bijvoorbeeld de VHP Santoki niet kan, want als hij daar naar die mensen naar het port gaat, gaan die mensen pitboots voor ze loslaten. Dan wel met oude pis besprenkelen of op ze gooien. Ze moeten echt niet gaan. Dat weten ze, dat zeggen de mensen ook. Want ze zijn finaal voor de kerk gehouden. Alle bevolkingsgroepen zijn door Santoki op een verschrikkelijke manier voor de kerk gehouden. En ik denk dat hij de rekening gepresenteerd zal krijgen bij de komende verkiezing. Alleen zitten we natuurlijk met het trieste feit dat de Afro-gemeenschap hopeloos verdeeld is en de andere gemeenschappen veel minder verdeeld zijn. Dat is waar. Het is zo jammer, ik vind het zo jammer. En ik heb de afgelopen 50 jaren heb ik zo hard begonnen met Aaron, mijn mattie. Ja. En Aaron zei, jullie moeten gewoon komen, terug helpen. Waarop ik zei, Henk, we gewoon komen doen avonturiers. Komen zijn doen, geen wat komen doen. Wat bied je ons? Wij bieden ons deskundigheid, ervaring, netwerk, kapitaal. Wat bied jij ons aan beleid? Want als er een paar maanden later een andere regering zit, staan we op straat in Suriname. Als je geen beleid en contract hebt. Ja, om die man ben ik ook uit de NPS gestapt hoor. Die man kon eigenlijk structureel verkwet goed liegen en daar was ik niet van gediend. Ik ben later door Venetiaan weer binnengehaald zonder mij te drukken of te pressen om weer in de NPS te komen. Ja, ik was toen de oprichter van de DA 91.
bijgehaald. We hebben goed werk verricht, dat weet u, in die 10 jaar. Ja. Het terugbrengen van die nullen, maar niet dat alleen. Hoe noemen ze een vrij goed economie, vrij goede, stabiele economie. Ja. Eerlijkere economie dan we ooit voor en daarna bekend hebben. Ja, kijk, Felicia, kijk, dus ik had dus, mijn mattie was Aaron. Maar mijn mattie was ook Roevers Nooit Meer, Nunca. Oh ja, was ook mijn mattie. Dus Nunca heeft zo vaak bij mij aangedrongen om druk uit te oefenen op Aaron. Om Felician Aaron te laten opvolgen. Want Aaron had gezegd, hij gaat niet zo lang meer voorzitter van de NPS blijven. Maar hij zei niet, wanneer ga je nou weg? Dus, toen had RTS erin gezegd, if you koso die net die, in de moes haar die moffen op die man denkba. Is een mooi, staaltje daar aangehaald, wat vele mensen niet weten. Wie in eerste instantie voorbestemd was om het voorzitterschap van Aaron over te nemen, dat was Artie Jesserin. Ja, en dat zou waarschijnlijk dat ook betekenen dat hij de president zou worden. Maar Artie Jesserin was meer arts, dokter, hij was daarvoor al minister precies van Volksgezondheid geweest, dat weet je. Het is dat rommeltje wat we nu hebben, Kouai, alias Frankenstein, die zoveel doden op de naam heeft. Ja, maar dat was een echte dokter, een kinder, een kinderarts. Even gezegd, hij heeft waarschijnlijk meer dan 100.000 kinderen ter wereld gebracht, waarvan het al overgrote deel in leven is gebleven, heel weinig bij dood gegaan. Ja. Ja. En ja, hij wist het en we hebben toen vergaderd en hij zei, luister, ik ben dokter, ik ben al minister geweest, ik ga niet zitten in dat ding, ik wil voorzitter blijven van de partij, laten we gaan werken, namelijk op Felician. En wat dat ding heette op een bepaald moment, Yes for Press, zo noemden we het, Yes for Press. Nadat die vorige president die ze hadden gekoopt van de VHP, ook een zootje had gemaakt hoor, dat die staat gekoopt kon worden, Shankar. Een van de zwakke presidenten, kan ik je zeggen. Dus toen was het Yes for Press. We zijn toen namelijk gaan werken op Venetiaan. Toen hij zei, laten we op Venetiaan gaan werken, hij zou ook steun. Verlenen. Alleen er is toen iets gebeurd over een inkoopaffaire, et cetera. Insulair of zoiets. Insulair, et cetera. En zo is Venetiaan president geworden. We zijn allemaal en we geloofden erin. En toch, we mogen toch blij zijn dat wij niet onder Venetiaan niet figuren hebben gehad als, hoe noemen ze het, als... Telting, Wildenberg. Ja, wat zegt u? Ja. Telting, Hildenberg. Ja, laat me u zeggen. Telting was oersterk. Hildenberg, die was een domme econoom. Hij kende maar één ding, money no day. En Hildenberg, vele mensen weten het niet, maar Hildenberg heeft namelijk Felician die verkiezing laten verliezen. Want toen er werd geroepen van AOV, wat jullie AOW noemen, moet hoger worden. Het was achterhaald. En kinderbijslag heeft men geweigerd namelijk om dat te doen. Boutersen heeft erop ingespeeld. En waarmee men bezig was, natuurlijk ook goed, met infrastructuur. Lange wegen gebouwd namelijk van Albina tot naar Acconi, weet je wel. Ja. En dat soort. Ja. Die dingen spraken de mensen op dat moment niet aan. Die mensen wilden werken in hun portemonnee. En dat heeft er toen voor gezorgd, mede door vooral toedoen van Hildenberg, dat Venetia die verkiezing verloren heeft. Meneer Samson, een vraag van een luisteraar van de heer Marlon Wijnruit. Hij vraagt hoe het staat met uw politieke en mensenkennis, want u heeft destijds Santokki aangeprezen bij de Creolen. En u bent erachter gekomen dat Chan een oerracist is en dat hij alles bij elkaar loog. Hij wilde kosten wat kost Boutersen weg hebben. Hij wist vooraf de uitslag van de rechtszaak tegen Boutersen. En dan vraagt de heer Marlon Wijnruit van, heeft hij wel zelf kritiek? Nou, wat er namelijk is gebeurd, ik kende Santokki al 7 jaren daarvoor. Aan de andere kant mag u weten, ik heb een onderwijsinstelling. En Santokki en
Ori, die waren ook verbonden als examinatoren binnen mijn instelling. Dus zo kenden we elkaar zo een beetje als vrienden, et cetera. En hoe noemen ze het? Ik dacht niet racistisch. Wat er daar gebeurde onder vooral Hoefdraad was niet goed. En onder Abdul en al die corruptelingen binnen de NDP. En dat zeg ik niet. Je hebt een Gordon MacDonald, Maku, die heeft het ook beaamd, dat er verschrikkelijk veel corruptelingen in de NDP zaten. Dat heeft Boutersen ook beaamd. Weet je wel, met Nyampatu en Naschootse opvang en dat soort van dingen. Dus onmogelijk kan ik zoiets gaan steunen, maar je moet iets anders hebben. Ja? En op dat moment kan ik u zeggen, Santokki had het niet eens onaardig gedaan als politie. En we moesten wat hebben, maar er was niks op dat moment voorhanden. En hij heeft mij ook persoonlijk gevraagd om te steunen. U mag weten, voordat hij is gekomen, gingen we vaak... hij kwam bij mij op kantoor, ik bij hem op kantoor. We gingen vaak samen uit eten in restaurants, et cetera. Ja. En meestal in groepen. En als econoom, raadpleegde me, hij belde me thuis op. En we waren net als vrienden, laat me dat zeggen. Ja. En we hebben gedacht, hey, laten we de kans. Ik had niet geweten, ik heb al die 7 jaren nooit gezien dat die man een masker had. Wie namelijk dat heeft gezien, die steekt zijn vinger maar op, maar die bedondert natuurlijk de boel. Want Santokki is vreselijk goed overgekomen. Hij heeft de boel kunnen bedriegen en beliegen. En iedereen is erin gestapt. Ja? En ik ben in hart en nieren een ras-echte Surinamer. Meneer Lukukuli, Blakamang, Jampanesi, et cetera. En ik ga u één ding zeggen. Een heleboel Kriolen waren blij dat Santokki president werd. Ja, weet ik. Een heleboel. Met 125.000 mensen waarvan. Ik kan niet zeggen dat... PHP is goed, maar voor 8 zetels. Misschien een 9e. Ja? Maar de 20 zetels haalt, heeft hij echt niet van Hindustanen gehaald, hoor. Van het overgrote deel van de Kriolen. En ik, Samson, ik heb meneer Veritjaan geadviseerd. Hij leeft nog, u kunt hem vragen. We hebben goede dingen gedaan. Santokki was docent bij mij op de universiteit hier. Mensen zijn bij hem afgestudeerd, waren goede vrienden. En zijn beroep deed. En dat kader, ik heb mensen ook aangeraden. Op dat moment was NDP niet het alternatief. En niemand meer was op dat moment het alternatief. Dat kan ik je zeggen. Ja, klopt. Dat klopt. Alleen wat ik zo jammer vind is dat het heel gauw heel persoonlijk wordt in Suriname. Hè? En het blijft dan persoonlijk. Dat vind ik zo jammer, want het land, de bevolking is zo klein. En als je ruzie met elkaar maakt, persoonlijk om politieke meningsverschillen, dan ga je een sfeer krijgen die gewoon zo triest is. En dat maakt me zorgen, geeft me zorgen. Even hoor, ik wil ook dit meegeven aan de mensen. Santokki heeft me 4 keren beleidsadviseurschap en functies aangeboden. Geen van die keren heb ik het aangenomen. Voor de mensen die het willen weten en meneer B kennen, kunnen meneer B namelijk vragen. Maar als u weet, en dat moet Wesley wel weten, ik ben een van de eerste mensen die ben gestopt toen ik zag, maar dit is corruptie. Family and friends. En toen heb ik dan nog een staande ruzie gekregen met die collega van jullie, hoe heet die daar? Hoe noemen ze het? Wie was dat? Krishna. Ja, die ook op de zondag preekt. Krishna. Dat weet iedereen nog. En ik ben toen direct, ik heb gezegd, dit was de bedoeling, nooit geweest. Ja. Maar hij vond, zijn lieveling was Ramdin van buitenlandse zaken, die mocht alles bepalen, et cetera. Ja. Maar ik was een van de eerste die ben gestopt, ik ben eruit. Want overal, je mag het weten, overal waar er corruptie is, ik ben een klokkenluider in Suriname, ben ik weg. Ja, ik ben weg. Ja. Zodra je kan aan corruptie, kijk, ik heb zelf een partij opgericht, ANSB. Maar toen ik zag, er zijn corruptieve dingen. Ik kon zo zeggen, maar mijn vet niet dat ik gang op corruptie door. Samson is weg. Ja. Ja, hij heeft mij dus, wat ik vaker gezegd heb, hij heeft mij beloofd, als hij president wordt, komt er een directoraat diaspora beleid. Op mijn vraag, als jij president wordt, komt er dan een aparte minister diaspora beleid. Hij heeft me geantwoord, nee, geen aparte minister, een directoraat. Hij wordt president, ik heb hem
wanneer komt dat directoraat? Hij stuurt een paar keer voor me een duimpje met step by step erbij. Ik ontmoet meneer Ramdien in Nederland op de ambassade. Ik vraag aan Ramdien, de president heeft ons in de diaspora beloofd, een directoraat diasporabeleid. Hij heeft niet gereageerd, meneer Ramdien. Ja, nee, maar oké, Owen. Mag ik even... Ja, heel even, want we willen gaan afronden zometeen. Ja. Ja. Laat me even over een... Santokki had het wel in zijn achterhoofd. Hij speelde met de gedachte, moet het een directoraat worden of moet het een ministerie worden. Maar de man die bepaalt is niet Santokki. Is Ramdien die bepaalt. Oh. Dat is het probleem. En u weet het nog, u bent toen Ramdien gaan vragen om bij Tamara te komen toen hij daar was. En toen was het, is er Samson ook bij Odiman? En hij heeft gezegd, hij komt niet naartoe. Hij heeft toen de beslissing genomen aan Santokki gezegd, no one ministerie, no one diaspora, etc. Omdat hij... waarschijnlijk zou die in de weg voor hem staan met al die praktijken van hem. Ja, hij ligt niet goed in de diaspora, dat kan ik wel vertellen. Nee, oké, we moeten helaas afronden. Meneer Samson, hartelijk dank voor het interview. We komen bij u binnenkort ook weer terug. Okay. Dank dat u onze luisteraars geïnformeerd hebt over een aantal ontwikkelingen in Suriname. Even hoor, al die laaggeletterde mensen van jullie daar die commentaren leveren. Laten ze naar school gaan. Heer die idee wat hij tikkie stondje dat ze doen. Ze slapen, gat in de dag, et cetera. Laten ze gaan lezen, laten ze naar school gaan. Nederland weet genoeg dan de hele dag negatieve dingen. Oké, meneer Samson. Laat me Guillermo groeten. Guillermo, meneer Samson, tot de volgende keer. Groetjes. Ja, daar hoi. Oké, bye. Ja, Owen, dat was Guillermo Samson. Ja, zoals somber, altijd, somber allemaal. Ja, 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 ja.